Hallo en welkom op de Halloween Fright Nights hier in Walen bij Holland. Het is alweer het derde weekend en weer strijd om hier te gaan kijken bij Halloween. Want het is altijd heel leuk om meerdere dagen te gaan. Ik ga vandaag twee speciale experiences doen. Ik ga namelijk Wicked Woods doen en Below. Below is echt wel mijn favoriet in het park. En ga ik van Halloween genieten. Het is niet al te best weer, als in het regent eigenlijk al de hele dag. Ik ben ook wat laat in het park dan normaal. Het is eigenlijk nu al 5:30. Ook omdat er files en dergelijke. En parking was het net echt hartstikke vervelend om in te parkeren. Maar goed, ik ben in ieder geval in het park. Tijd om eens wat van Halloween mee te pakken vandaag hier in Walen bij Holland. Of ik nou echt veel taxis ga doen, dat weet ik niet. Misschien wordt het dadelijk een beetje leger met het weer. Misschien wel wat mensen wegjagen. Wat laat op de avond, maar er stond net 3 uur wachtrij voor de Condor. 2 uur voor Lost Gravity, 2 uur voor Goliath. Het is echt afgeladen voor in het park. En ook hier bij Express is lekker veel gezelligheid. Wat een drukte met de verlengde wachtrij. Even kijken of ik nog een klein stukje van de Spooky Days kan meepakken in een paar zones. Voordat de Halloween Fright Night zo beginnen. En het eerste huis waar ik eigenlijk nu al een soort van toe onderweg ben, is Below. Worden per besloten, uw majesteit. Zou je niet eerst even buigen voor de koningin? Dieper! Kennen jullie hem op? Niet alleen. Wij moeten de koningin beschermen. Ja, beschermen van deze schoten. Zeker. Jullie doen helemaal niks. Nee. Wij doen ons best. We doen ons best. Wij doen... Lange tijd geleden dat ik zo'n wachtrij voor Blast heb gezien. Hallo! Jammer, jammer. Hallo. Hallo, ik ben Ramses. Ramses. Dat is correct en tevens juist. Oh. Lach je me nou uit? Waarom lig je niet in je piramide? Dat is trouwens ook een fictief ding, want niet alle mummies lagen in piramides. Want piramides zijn natuurlijk grote uithangborden voor schatrovers. Dus daar zijn ze mee gestopt, omdat die werden leeggeroofd. Waarom lig je dan niet in je tombe? Omdat ik in een sarcofaag lig, die jullie hier hebben gehaald. Ja. Nee, ja, het was gewoon even iets over Egypte, even iets bijbrengen. Dat zit je diep, hè, dat mensen dat niet weten. Nou ja, ik breng graag mensen wat bij. Dat vind ik interessant. Sorry. Is die weer? Daar ben ik weer. Ja, heb je het overleefd? Jazeker. Ja? En vermaak je nog? Nou, een beetje drukjes en nat, hè. Ik heb gewoon mijn tieten, man. Gekke mensen. Ja, nee, dat heb je, hè. Gekke mensen. Leer ook op school dat je ze niet moet vertrouwen. Ja. Toch, Anna? Mensen moeten niet vertrouwen. Nee. Niet vertrouwen, die mensen. Hallo! Je moet je laten schrikken. Nou, dan zou ik zomaar weggaan, want ze zijn allemaal niet te vertrouwen mensen aan, zo. Nee, maar die zijn... Die zijn al afgestudeerd, die zijn heel goed en wij oefenen daar nog in. Voor een paar jaar kunnen wij dat lopen. Ja, wij zijn wel de coolste club van deze. Dat wel. Kijk maar, ik zie je op de hoogte. Oh. Ik denk dat deze niet zo goed. Attentie, attentie! Halloween Spooky Days is bijna afgelopen. Ook hierbij Untamed staat de rij in de verlenging en de single rider rij puilt uit. Het is nu 5:45 en het is dus tijd dat Halloween Fright Nights gaan beginnen.
ik ook wel. Het is nu tijd voor mijn eerste experience van de avond, namelijk Bilo, echt mijn favoriet hier in Waardenburg-Holland. Bilo zit hier aan de achterkant van de speedzone op de plek waar heel lang geleden de tribunes stonden van de waterskishow. Nou, zoals je aan die bomen kan zien die ondertussen gegroeid zijn, is dat aardig wat jaren geleden. Ja, Bilo is het huis waarbij je door een riool moet kruipen en moet ontdekken wat er gebeurd is. Met het riool, want er zijn mensen verdwenen. En dan ga je een pak aantrekken en dan roop je door het riool om de ratten te bestrijden, die ratten te verjagen. Een heel tof spookhuis waar ik groot liefhebber van ben. Ik doe hem altijd graag. Ik ben zojuist alleen in Bilo geweest. Ja, dat is toch wel een hele vette ervaring hoor. Echt een alone experience waarbij de aandacht natuurlijk vol op mij ging. Echt een heel tof spookhuis blijft Bilo. Echt mijn favoriete experience hier in Waardenburg. Niet omdat hij het meest intens is, maar omdat het verhaal gewoon super leuk is. Ik vind het concept heel leuk.
En het is gewoon echt een heerlijke beleving die ook niet mega eng is. Het is wel enger, maar niet mega eng. Het is gewoon een totale themabeleving, dit huis. En dat maakt hem echt heel erg goed. Ja, heel erg fijn, Bilo, om hem weer gedaan te hebben. En mocht je tijdens Halloween Friday Nights nou één huis maar willen doen, ja, dan absoluut Bilo kiezen. Dan heb je echt gewoon het totaalplaatje van alles wat Walibi met Halloween kan. Magic Castle doen. Deze attractie is zojuist heropend en er staat nu geen wachtrij. Tijdens Halloween heeft deze een speciale Halloween ritprogramma. Dat is altijd echt een hele leuke show, echt een heel leuk ritprogramma, dus die doe ik altijd heel erg graag. Mocht je Merlijn dus altijd al een leuke attractie vinden, is het nu het extra waard om hem te doen tijdens Halloween Friday Night. Want het is gewoon een hele leuke andere beleving. Dit doet Walibi Holland trouwens wel vaak, want ook tijdens het kerstseizoen heeft Merlijn een speciale Bright Night Show. Je mag helaas niet filmen in de attracties van Walibi Holland, daarom zal je geen on-ride zien. En natuurlijk mag je ook in de spookhuizen nooit filmen hier in Walibi Holland. Maar ik kan wel vertellen dat de ervaring wel weer heel erg tof was, hoor. Er zitten hele sterke muziek in, hele toffe lichteffecten. Er is niet echt meer een verhaal buiten dat de medewerker vertelde dat ja, de duistere machten het kasteel van Merlijn hebben overgenomen. Maar de rit, ja, die is heel tof. Het is ook meer dan zat extra eetstandjes, zoals deze lekkere kibbeling. En ook hier op het foodcourt is meer dan zat te vinden. Je hebt een aparte drinkstand, een aparte frietkraam, een aparte kipkraam, waar ik ook vaak dingen haal. Je hebt de chop chop voor het Aziatische eten en nog een shop. Meer dan zat eten te verkrijgen op Friday Nights. En natuurlijk ook het beroemde broodje Beenham. En de Beenham smaakt weer ouderwets lekker. Tijd om te gaan kijken bij onze favoriete piraten in Pirate's Cove.
te gaan koekeloeren bij de Freaks of Festival of Freaks. En hier kan je natuurlijk ook Eddie de Clown zien in zijn show. Zullen dat met mij ook doen. En die ene die het tenminste houdbaarheid datum al een beetje gehad heeft. Maar dat maakt verder niet uit. Daar hebben we het niet over. We gaan het nu hebben over de fantastische act die gaat komen. Ik zou zeggen, maak de vloer vrij voor de man van vlees en bloed en vuur. Hier is Floor!
dacht het niet! Maestro! Music! Welkom bij de Halloween Fright Night. Laat je horen voor Emily fucking Brown! Maak je klaar voor de volgende artiest van wereldformaat. Laat je horen voor Eddie de Clown. Ja, goedenavond, sukkeltjes! Ja, hebben jullie een beetje zin in vanavond? Lekker, hè? En wat een dieve sfeer is het vanavond, of niet? Jongen, jongen, wie is er al zuipnat geweest vanavond? Ja, dit meisje is altijd zuiknat, of niet? Hey! Beugels zit eruit en gaat met die banaan. Nou, maakt het allemaal niet uit. Oh jongens, ik heb er zoveel zin in vanavond. Welkom in mijn Festival of Freaks. Ik heb hier artiesten van wereldformaat. Niemand minder dan mijn eigen Emily fucking Brown doet hier af en toe een liedje. Je kan zomaar een vuurspugen tegenkomen of iemand vuist zich helemaal dubbel. Dat kan hier allemaal in Eddie's Festival of Freaks. Maar het wordt heel bijzonder, want ik heb zelf ook nog wat dingen. Up my sleeve, zoals de Engelsen dat dan zeggen. Zijn lekker te filmen voor je Instagram? Ja, want jij hoopt dat je viral gaat, hè? TikTok met iets leuks wat hij klaar doet. Nou, wacht nog maar even, want dan zit je hier goed, jongens. Het is namelijk zo dat mijn vrouwelijke collega's hier in Walibi Holland weten dat Eddie in één ding heel goed is. En dat is met zijn vingertjes. Ja, zeker weten. Dat gaat hartstikke goed dat zelfs Marco Borsato zegt. Nee, maar Eddie is echt heel goed met zijn vingertjes. Ja, heel goed. En ik heb nu zelfs een collega gevonden waar ik echt, zeg maar, tot aan mijn vuist in kan. Ja, deze meneer krijgt meteen pretoogjes. Ja, hè? Wie denkt, dat wil ik zien, of niet? Is dat je vader? Oh, nee. Hier, dat meisje wil overal naartoe, gelijk de vader. Oh, jouw vader. Dat maakt helemaal niet uit. Ik heb een nieuwe collega en daar ga ik het even bij demonstreren. Geef hem een aanmoedigingsapplausje. Ed de Clown. Stop maar alsjeblieft weer terug in de kist. Terug in de kist. Terug in de kist. Terug in de kist. Die kopie hier allemaal niet om aan te zien. Zo, dat is een lekkere binnenkomen, zeg Ed. Ja, maar kom op. Is dit jouw publiek? Ik ben er wel bang voor, sorry. Ja. Hebben ze de deur van de inrichting open laten staan of zo? Wat een stelletje paupers! Tikkers op mijn rug! Moet je die blonde daar zien? Ha! Welke blonde bedoel je hier? Dat... daar! Met dat jassie! Oh, dit stevige meisje. Ze lijkt een beetje op Amalia, zeg maar. Of niet? Bedoel je die? Hier, kijk even goed. Deze hier zo. Ja, die! Daar zou je je hond toch nog van aftrappen? Zo? Ja, de... Nee, jij daarnaast! Ja, jij! Is dat jouw vriendin? Necrofilie is verboden, hè? Ik denk niet dat iedereen hier weet wat necrofilie inhoudt, hè, Ed? Vraag dat maar aan je moeder! Die lag er vannacht ook bij als een dood lijk! Daar heeft hij wel een punt. En jij moet ook eens kappen met dat achterlijke lachje van je! Welk achterlijke lachje? Welk lachje? Dat irritante geluid wat er uit je bek komt! Ik heb echt geen idee wat je bedoelt, Ed. Heb je het nou echt niet door? Hier, moet je opletten. Sukkels, even allemaal dat kutlachje nadoen. Met z'n allen in 3, 2, 1. Hoor je nou ook hoe achterlijk dit klinkt? Alsof je een gigantische komkommer tot diep achter in je huig hebt gehad. Met die gore hobby's van je. Mafkees! Zo kun je wel weer, hè, Ed? Hé! Hey, niet zo lachen, jij! Je klinkt zelf als een soort neergeknuppelde zeehond! En oh ja, natuurlijk, daar staan weer allemaal peuters voor onze neus! Ja, die heb je er altijd tussen zitten, Ed, kan je niks aan doen! Hoe oud zijn die kleuters? Ik ga het even vragen. Jongetje, hoe oud ben jij? 11, geloof er geen zak van, hij. Zegt die? Hij is 11, Ed. Ga eens naar bed, joh! Sesamstraat is al lang afgelopen. Nou, dat wordt zelfs niet eens meer uitgezonden, Ed. Wat? Dat het niet uitgezonden wordt. Kun je nagaan hoe lang je al op bed moet liggen? Ga weg! Kssst. Zeg, Eddie, ik wil even iets met jou bespreken. Oh jee, nou, vertel. Kom op. Ik zie jou hier ieder jaar dansen met die Emily fucking Brown. Moet je niet meer doen.
ziet er toch niet uit, man? Heb je jezelf wel eens gezien? Kijk hetzelfde terug. Hebben jullie hem wel eens zien dansen? Het lijkt wel of je een halve hersenbloeding hebt, man. Nou, als jij het zo goed weet, dan doe jij het volgende keer toch zelf? Ik ben een bom, gek. Ja, dat maakt niet uit. Vind je het zelf ook niet een beetje triest dat je nou met jezelf aan het spelen bent? Wat bedoel je? Ja, ik lijkt niet bepaald op Bassie, of wel? Narcist. En hij steekt hem er ook nog eens vuistdiep in. Oh no! Oh no! Oh no! Oh, oké, okay, zo kan hij wel weer. Geef hem een applaus. En de clown. Wat een armetierig kutapplaus. Dat kan toch wel harder? Ja, hij is heel klein, maar hij kan echt wel een wat groter applaus. Jongens, en de clown. Nou ja, kijk, ik ga natuurlijk niet de discussie aan met de buitenspeelpop. Nee, dat doe ik niet, hè? Als het nou een vent van vlees en bloed was geweest, heel ander verhaal. Maar met zo'n pop, hè, dan win je toch de discussie. Ben toch meisje, dan win je toch de discussie. Je hebt al melktandjes, zie ik, hè? Ja, lekker verweer. Goed, dan win je de discussie niet van, dus dan doen we het gewoon niet. Volgende keer terugkomen als je van vlees en bloed bent. Het kan er allemaal niks aan doen. Is een heel ander verhaal. Dan gaan we nu naar de... Hallo? Ik wilde naar de andere... Oh, dit... Wat de fuck is hier aan de hand? Wat de fuck is hier aan de hand? Dit is jouw wens, idioot! Zo, grote pek voor een klein ventje. Daar ben ik helemaal klaar mee, mafklapper. Hier! Is dat het? Is dat het? Was dat het? Ah. Oh, gek! Doe normaal, man! Lekker wil je. Pik die ook nog met ex. Ja, precies mijn tekst. Kijk hem schudden met zijn billetjes. Dat kan nog wel eens leuk worden dit, jongens. Ik heb gewoon een eigen mini-mi. Ik ben jouw mini-mi niet. Halleluja. Hey, nou meekomen. Ik weet er wel genoeg als kop gezien, ja? Ja, oké. Okay, maar ik zat er net lekker in. Nee, ik ja. Jij hebt een stap afdrukken van mij. Nou, meekomen. Oké. Okay. Zeg maar dag tegen die halfies. Dag halfies. Dag. Mag even ook. Zeg jij nou halfies tegen deze? Ja, met... dag. Dag half. Wil jij misschien een frikandelletje van mij? Ja, maar dan wel een mini frikandelletje. Lekker jongens, zo, daar gaan we. Festival of Freaks is een heerlijke zone. De shows zijn erg leuk. En natuurlijk Eddie de Clown stilt de show elk jaar. Na Festival of Freaks is het nu tijd voor Nightmares. Op de nieuwe locatie, hier bij de Splash Battle, niet meer in het oude Walibi Playland, maar hier bij Spinning Vibe / Splash Battle. Thank you.
in jouw nachtmerrie doen? Ja. Jou bang maken? Mij bang maken? Ja. En Beertje ook. En Beertje ook. Hoor je dat, Theo? Hij wil je bang maken. Hoe heet Theo Aaien? Lekker slapen! Die we eerder hebben gedaan, is niet de enige attractie met een speciaal Halloween programma. Speed of Sound heeft ook een speciaal Halloween soundtrack in de attractie zitten. Na 6 uur kan je genieten van een ander verhaal, een andere rit waarbij je moet ontsnappen van zombies, waar je opgetakeld wordt, maar of je wel echt gered wordt of weer terugkomt op dezelfde plek, dat is toch wel even de vraag. Altijd een erg toffe toevoeging hier aan de Speed of Sound, de Halloween soundtrack. Het is nu tijd voor Wicked Woods, de tweede hand, het experience die ik deze avond ga doen. Lig hier in de buurt van de Tomahawk en de Donut Factory. En tijd om deze hele spannende spooktocht eens te gaan beleven. Ik vind hem altijd erg goed en ik ben benieuwd hoe die dit jaar is. Wicked Woods was ook dit jaar weer heel erg goed, voornamelijk de heks met de projectie die een bezwering in de lucht doet, is altijd heel erg tof. Echt heel erg mooi gedaan. Mijn favorietje, Wicked Woods wel. Ja, oprecht. Wel een experience die je echt absoluut moet boeken na zonsondergang. Want overdag is die echt wel wat minder spannend als het op daglicht is. Dus boek hem zeker niet in een van de eerste uurtjes van de dag. Boek hem wat later op de avond als het donker is. Maar wel echt een hele fijne, toffe experience. Ja, ik doe hem altijd graag. Wicked Woods hier in Baden-Bioland tijdens de Halloween Fright Nights. Thank you.
Vanaf hier is het helaas nauwelijks te zien, maar tijdens de rit des te meer. Goliath heeft nieuwe lichteffecten. Er staat een grote Skyros, een lamp die echt heel ver schijnt. In de, ja, op de hoek, zeg maar, op de parking staat hij. En ja, die beschijnt Goliath met een lichteffect daar. Echt heel erg tof gedaan. Is toch een beetje compensatie voor het gemis van de lampen bij Lost Gravity en El Condor dit jaar. Dat was weer een hele sfeervolle en leuke avond Halloween Fright Nights. Ondanks de drukte heb ik in de avond nog wel wat attracties kunnen doen. Vooral laat op de avond na 9 uur werden de Single Rider wachtrij wel een stuk minder. En ook de normale wachtrij werden een stuk minder. Het blijft een heel sfeervol evenement. En deze keer waren er alweer diverse verbeteringen te zien. Dat is altijd dat een event na een eerste weekend weer evolueert, beter wordt. Door het kleine dingen worden opgepakt, waar het allemaal net weer wat beter wordt. Dus ja, goed. Goed evenement staat er weer dit jaar hier op de Fright Nights hier in Walibi Holland. Wil je nou nog meer Halloween video's zien? Klik dan zeker even door op mijn kanaal en abonneer natuurlijk. Of luister eens naar de Theme Park Adventures podcast in je favoriete podcast app. Hier vanuit Walibi Holland wil ik jou heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Hè? Doei!